Ze zijn nog niet op het podium. Ze zijn al wel achter de coulissen. Ik sta bij de Brandenburger Tor, bij de fanmeilen. Daar staan al die honderdduizenden mensen, 500.000 dus maar liefst. Het gebied is ook inmiddels afgegrendeld hier door de politie. Er mag echt niemand meer bij, want anders zou er wel eens een gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. En het is wel bijzonder hoor. Echt, mensen komen van heinde en verre vanuit Duitsland hier naartoe. Ik heb mensen gesproken die de hele nacht niet hebben geslapen. Bij de Nederlandse grens woonden zelfs. En helemaal hier naartoe zijn gereden om 7 uur vanmorgen hier al te staan voor een mooi plekje aan het podium. En ja, de spanning wordt opgevoerd, want het gaat echt elk moment gebeuren dat al die helden het podium opkomen. Sebastian Schweinsteiger, de aanvoerder Philipp Lahm, die willen zo graag die beker aan hun fans laten zien. Dus nee, ik verwacht zo meteen een gigantische extase, een gigantische explosie van vreugde. Ja, op de fanmijlen daar bij de Brandenburger Tor, waarom waren ze eigenlijk zo laat, Tim? Nou ja, ze hadden een klein beetje vertraging opgelopen met het vliegtuig al in Rio de Janeiro gisteravond. Er was een bagagewagen was tegen het vliegtuig aangeknald, dus daardoor duurde het wat langer. Nou ja, die vertraging heeft ervoor gezorgd dat iedereen hier dus veel langer moet wachten en sommigen dus al 6 uur op hun benen staan. Het is gelukkig lekker weer, dus het is wel goed uit te houden. En aan het gejuich te horen, denk ik dat het nu gaat beginnen hier. Ja, de Weltmeister komt inderdaad nu het podium op. Een lange groene catwalk bij de Brandenburger Tor. De winnaars, de wereldkampioenen 2014. En een publiek vol extase. Ver tot in de verte te zien. 500.000 mensen daar in Berlijn samengekomen om groot feest te vieren. De bondscoach erbij. Er worden zo te zien bloemen meteen in het publiek gegooid. En er is al een lange rit door de stad naar dit podium toegereden waar al uitzinnige fans stonden. Ja, Tim, kun jij jezelf nog verstaanbaar maken daar bij de Brandenburger Tor of word je overschreeuwd door mensen? Nou ja, ik ben ietsje weggelopen, want anders is het inderdaad niet te doen. Ja, het is wel mooi om te zien. Er zijn heel veel kinderen, de schoolvakanties zijn hier al begonnen. Iedereen gaat helemaal uit zijn dak. Iedereen heeft ook de Duitse kleuren ofwel op zijn gezicht ofwel op zijn shirt. Die Duitse pruiken, Duitse vlaggen. Ja, dit is toch wel iets heel erg historisch. Veel mensen hebben het misschien nog nooit meegemaakt of nooit bewust meegemaakt natuurlijk dat jouw land wereldkampioen voetbal wordt. Dus het is heel erg bijzonder en je merkt het ook echt aan de extase bij iedereen op het moment dat al die spelers net het podium opkwamen. Ja, Joachim Leude zien we daar nog weglopen. Brandenburger Tor, dus waar nu het feest is in Berlijn. En dat zal nog wel even gaan duren daar in Duitsland.